U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland heeft nog weinig te maken met bewolking, maar er ligt wel bewolking ten zuidwesten van ons klaar en die komt langzaam dichterbij. Dat betekent dat we in het zuidwesten en westen van het land de bewolking vanochtend langzaam zien toenemen. In de rest van het land is het vaak nog zonnig met snel oplopende temperaturen. Vanmiddag wordt het maximaal 25 tot 29 graden. En dan neemt vooral in het binnenland de kans op buien toe en daarbij kan ook onweer voorkomen. De wind waait uit het zuiden, draait later naar het zuidwesten en is vooral bij zee stevig. In de avond, misschien zelfs krachtig-kracht 6. Ook dan hebben we nog her en der onweersbuien, met name in het oosten. En er is tussendoor ook wel ruimte voor opklaringen. Temperatuur nog boven de 20 graden. Morgen loopt de temperatuur niet verder op dan 18 tot 20 graden. Er staat een stevige westelijke wind. Er vallen geregeld buien met landinwaarts, misschien nog een klap onweer. En tussendoor een klein beetje zon. Donderdag is er al wat meer zon en wat minder buien, maar het blijft fris met 17 tot 19 graden. Vanaf vrijdag heeft de zon weer alle ruimte. Lopen de temperaturen weer vlot op, tot boven de 20 en zaterdag zelfs tot boven de 25 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.